Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Kliniekengroep, Kliniek Amstelveen en Ordental. Welkom bij Medical Travel. Vandaag reizen we af naar Duitsland, waar we een bezoek brengen aan Helios Kliniekengroep. We gaan kijken in Turkije bij een haartransplantatie. We reizen door naar Slovenië, waar we te gast zijn bij de Dosha Ayurvedische Praktijk. We leren alles over parodontitis bij Ordental. En we gaan naar Amstelveen voor een bezoek bij een gerenommeerd en bevlogen plastisch chirurg. Mijn naam is Ivan Heuvelman. Ik ben 30 jaar, kom uit Rotterdam. En ik ga nu naar Turkije het vliegtuig in. Voor een haartransplantatie. Ik ga een haartransplantatie doen omdat ik steeds meer haaruitval krijg. En de inname die ik hier heb, ik schaam me er kapot voor en ik ben super onzeker door. Ivan gaat naar Hairworld in Istanbul, omdat daar, zo blijkt, met behulp van de allernieuwste technieken fantastische resultaten worden bereikt. Hij hoeft trouwens alleen voor de eigenlijke transplantatie naar Turkije. Voor kosteloze controles en nazorg heeft Hairworld namelijk een centrum veel dichter bij huis in Nederland. Goedemorgen. Ik ben erg nerveus. Ik heb vannacht heel erg weinig geslapen. Ja, niet nerveus voor de pijn, maar voor het eindresultaat. Maar we zullen zien wat gaat gebeuren. De begeleiding bestaat voornamelijk uit het psychische aspect, maar ook de medische kant. Is een persoon wel geschikt voor een haartransplantatie, ja of nee? Zometeen zien we hoe de intake van Ivan verloopt. Ik ben Refaat Bari Karim, plastisch chirurg, al 15 jaar. En we hebben hier onze eigen kliniek, Kliniek Amstelveen. Plastisch chirurgie is een geweldig vak. Met name als arts is het al geweldig omdat je met mensen werkt. En mensen de kans geven om hun zwakke en kwetsbare momenten jouw deelgenoot te maken en jou te vertrouwen. Dat is al geweldig. Dat zijn uw klachten, kunnen wij dat even duidelijk maken? Nou, ik heb pijn in mijn pols. Met name als ik buig. De andere kant is dat plastische chirurgie een opbouwend vak. We bouwen vaak dingen op. We zorgen dat dingen hersteld worden. En wat persoonlijk voor mij heel belangrijk is, en wat ik ook leuk vind, is dat je, behalve dat je in alle specialismen in contact komt om samen te werken, zie je ook allerlei mensen op allerlei mogelijkheden. Mensen die ernstig ziek zijn, tot mensen die voor eigenlijk blije dingen komen. Bijvoorbeeld een esthetische ingreep. Dus dat houdt ook het vak heel spannend. Typisch esthetische ingrepen zijn bijvoorbeeld correcties aan oogleden en oren. Een botox of rimpelbehandeling. Of een borstvergroting, waarover deze mevrouw wordt voorgelicht. De behandeling die we hier uitvoeren is verzekerd en onverzekerd. Wat houdt het in? Zoals borstvergroting, ooglidcorrecties, noem maar op. Straks meer over deze mooie kliniek. Vandaag ben ik in Duitsland, Krefeld, zo'n 100 kilometer over de grens. En ik heb ontmoeting met mevrouw Schouten, want die heeft zich hier laten opereren. Hoe voelt u zich nu? Een nieuw mens. Een nieuw mens. Ja. En als u zich nou vergelijkt met een jaar geleden toen u hier binnenkwam, hoe was het gevoel toen? Toen was het gevoel van, kom ik van de parkeergarage überhaupt nog wel in de hal? De stap genomen om hier naar Duitsland te komen? Ja. Waarom eigenlijk? Een vriendin van mij was in Duitsland geopereerd en zij kon daar snel geopereerd worden en geholpen worden. En ik heb toen contact gezocht met mijn zorgconsulent van de verzekering en die zei dat die mogelijkheid voor mij er ook was. Tot de Helios Kliniekengroep, waarvan deze in Krefeld er één is, behoren nog 73 andere ziekenhuizen, 23 revalidatieklinieken, 5 revalidatiecentra, 35 verzorgingscentra en 13 verpleeginrichtingen. Helios is daarmee een van de grootste aanbieders van stationaire en ambulante patiëntenzorg in Duitsland. En levert voor het complete zorgspectrum medische diensten die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.
Hallo, Hagenberg, van Schoten, goed te zien. Later vertelt dokter Hagenberg meer over de ingreep bij mevrouw Schouten. Terug in Istanbul. We gaan maximaal implanteren voor de inname. Wij gaan vanuit 2.500 grafts. Het kan ook tot 3.000 gaan, dus na de scheren zien we precies wat je nodig hebt. Wel even schrikken. Je kwam voor meer haar, maar je wordt voor de operatie wel eerst kaal geschoren. Behoorlijk zenuwachtig. Wij kunnen in één sessie heel hoog grafts implanteren, zelfs tot 7.000 grafts. Dat betekent dat we bijna 2,5 keer meer implanteren in één sessie dan Nederland en België. Iwan heeft inmiddels geen haar meer op zijn hoofd. Hoe voelt dat nu, Iwan? Ik voel in principe niks. Het is eigenlijk voelt een beetje als een hoofdmassage. De verdoving werkt helemaal perfect, dus ik laat het gewoon om afkomen. De techniek die je hier ziet wordt follicular unit extraction genoemd. Het blauwe apparaatje is een micromotortje waarmee complete haarzakjes één voor één uit de nog dicht begroeid deel van de hoofdhuid worden gehaald om ze vervolgens daar weer terug te plaatsen waar Iwan begint te kalen. In één enkele sessie kunnen zodoende wel tot 21.000 haarwortels worden getransplanteerd. Deze nieuwe techniek blijkt uiteindelijk tot de natuurlijkst ogende resultaten te leiden. Straks zien we het laatste stadium van Iwans haartransplantatie. Worden ziekenhuizen drukker, wordt meer bedrijfsmatig. Je moet het denken, het wordt een soort mammoetanker die heel moeilijk te veranderen is van wat je wil. En wat ik heel graag wil, is weer eigenlijk naar de core van mijn business als dokter, namelijk met mensen bezig zijn. Medisch directeur Dr. Karim is een gerenommeerd en bevlogen plastisch chirurg. Hij was jarenlang afdelingshoofd van een groot ziekenhuis. Maar zijn hart lag bij kleinschaligheid en kwaliteit. Een kliniek waar de patiënt nog geen nummer was. Omdat zo'n kliniek nog niet bestond, richtte hij er zelf in op. Onze visie hier is heel simpel. Wij willen terug naar de basis. En dat betekent de arts-patiëntrelaties is heel belangrijk, staat centraal. Je wilt betrouwbare zorg leveren, dicht bij de mensen, op menselijke maat. En ook de arts-patiëntrelatie moet uitgebreid worden in de zin dat je altijd dezelfde dokter krijgt, altijd dezelfde mensen. Dus terug naar de basis, arts-patiënt centraal. En zorg op een menselijke maat, met een menselijke gezicht, kleinschalig en dicht bij de mens. Chimène en mevrouw Schouten zijn bij dokter Hagenberg aangekomen. Dokter Hagenberg, wat had alles passiert? Frau Schouten habe ich kennengelernt mit ihrem Ehemann zusammen das erste Mal mit starken Schmerzen bei uns. Und sie hat mir erzählt, sie nimmt täglich Paracetamol ein. Kann nicht mehr gut laufen. Mhm. Physiotherapie hat sie viel und fleißig gemacht und war sehr besorgt, wie es weitergehen soll. Und wir haben zusammen ein Gespräch geführt. Ich habe sie untersucht. Das Hüftgelenk war nicht mehr gut beweglich. Und wir können erklären am Röntgenbild, wie wir das bei Frau Schouten erklären konnten, dass der Knorpel praktisch aufgebraucht ist, dass kein Platz mehr zwischen den Knochen ist. Und wir können sagen, es gibt praktisch keine Alternative mehr. Mhm. Sie hat alles probiert, außer einer Operation. Also wir haben hier Prothesen im Einsatz, die aus einer Titanoberfläche bestehen. Ja. Und das Titan ist sehr porös. Man kann das fühlen. Auf der Oberfläche. Ja, und das ist original, das haben wir bei Patienten so, wie es hier ist, im Einsatz. Das Gute an dieser Prothese ist, wir nehmen eine Keramikoberfläche und eine Polyethylenoberfläche. Wir haben kein Metall im Einsatz. Keramik macht praktisch keinen Metallabrieb. Wir haben die Problematik der Nierenschäden nicht. Wir haben die Problematik der Krebserkrankungen nicht. Das ist ungefährlich für den Patienten. Ich bin sehr froh, dass das so gut geklappt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, alles Gute für Sie. Ja, tot ziens. Nou, mevrouw Schouten, eigenlijk heel symbolisch. De laatste keer dat u hier gecontroleerd wordt en dan gaat u de vrijheid tegemoet. Mag ik u heel veel succes wensen. Het was me waar genoegen. Dank voor al deze informatie en het allerbeste. Intussen zijn de dames van Hairworld Turkije klaar met Iwans eerste sessie.
Volgens mij voel je niks. Nee. Alles gaat goed. Nou, straks zal je dat dus ook niet meer hebben. Het voelt als een hoofdmassage. Ze doen dus de kanalen openen en vervolgens ga je naar de derde fase. En dat is eigenlijk ook tevens de laatste fase. De haarwortels die in de eerste sessie werden geoogst, worden tenslotte allemaal weer teruggeplant op de plekken waar Iwan ze het hardst nodig heeft. Ja, het is super gaan. Ik heb vrijwel geen pijn gehad door de goede anesthesie. Of de transplantatie echt het gewenste resultaat oplevert, de tijd zal het leren. Want haren groeien nu eenmaal langzaam. Ik ben heel erg blij met het resultaat, althans wat ik nu zie. Dus en de rest zullen we zien binnen nu en 9 maanden. Voor Iwan zit het verblijf in Istanbul erop. Dankbaar neemt hij afscheid van een team dat hem, zo hopen wij met hem, weer een belangrijk stuk zelfvertrouwen heeft teruggegeven. Het resultaat kan je nu in principe al zien. Alleen na 6 tot 12 maanden kan ik mijn pot gel weer uit de kast pakken. In het tweede deel van Medical Travel vliegen we met Stana naar Slovenië. Brengen we een bezoek aan Ordental en gaan we nog even terug naar Helios Kliniekengroep in Duitsland. Tot zo! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dosha Ayurvedische Praktijk, Helios Kliniekengroep, Kliniek Amstelveen en Ordental.